start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. Start vrij, dames en heren, voor de 7e koers Action Squatterprijs. Deelnemers stellen zich op achter de auto. Nu in beeld, nummer 6, Elliot Charisma. Een van onze betere korte banen die mogelijk een warming-up gaat doen voor de korte baan hier donderdag hier op de renbaan Duindicht. U bent alle van harte uitgenodigd. Een andere korte baan topper zien we zo dadelijk in de 8e koers. Doc Holliday. Paarden achter de auto. 150 meter voor het startpunt. Maar wel zeker wel van de 100 uitzendingen hebben gedaan tot bij de 100 meter. 50 meter. 30 meter. Start gevallen. Paarden zijn gestart. En het is aan de buitenzijde I Can Steal die de leiding pakt. I Can Steal heeft de leiding genomen, maar nog wijder aan de buitenzijde komt Elliot Charisma. Gaat in korte baan speed naar voren, wordt gevolgd door Fleur Zwageman. Met daarachter dan op de derde plaats nu I Can Steal. In vierde stelling volgt dan Fleetwood Max, die gevolgd wordt door Yellow Way. Dat zijn de frontrankers op dit ogenblik. We zien dat Yvonne Wagenaar achterover op de kaar ligt om haar Fleetwood Max in het gril te houden. Dit alles op een tweede plaats achter de leidende Elliot Charisma. Elliot Charisma brengt ze de rechterlijn voor de tribune in. Yvonne Wagenaar, maar dat was natuurlijk Frans van der Blonk met Fleur Zwageman. De andere rood-gele buis. En zo zijn de deelnemers dan halverwege de rechterlijn voor de tribune langs de intersectie met de nooddoorbocht. En het is daar dat Rob de Vlieger naar voren gaat, zijn I Can Steal naar voren stuurt. Maar Jaap van Rijn, die komt aan de buitenzijde daarvan weer naar voren. En die gaat ook trachten de leiding over te nemen en dat gaat lukken. De hoogte van het scorebord bij het ingaan van de laatste ronde is het Yellow Way die nu een lengtevoorsprong heeft genomen op I Can Steal. De derde positie is voor Elliot Charisma. Daarachter volgt dan Fleur Zwageman met Handy Wise aan de buitenzijde. Dan volgt Svelten Swarovski en zo zijn de deelnemers dan aan de overzijde van de baan. Fleetwood Max die volgt daarachter. Deelnemers ronde de bocht zijn aan de overkant van de baan met Yellow Way die het commando heeft. Nummer 2, Baco Boy, onregelmatig. 2, onregelmatig. Deelnemers aan de overzijde. Met aan de kop Yellow Way. Lengtevoorsprong heeft op I Can Steal en aan de buitenzijde Handy Wise. Daarachter volgt dan Elliot Charisma. Dat zijn de frontrankers op dit ogenblik. Als we langs het laantje van Jochems gaan en zo dadelijk de laatste bocht gaan aansnijden. Die wordt op dit moment ingedraaid. En op kop is het een redelijk compacte formatie die nog altijd wordt aangevoerd door Yellow Way. Yellow Way met op de tweede plaats I Can Steal aan de binnenzijde. Aan de buitenzijde zien we Handy Wise. Daarachter volgt dan Svelten Swarovski. Die wordt langzaam maar zeker naar voren gebracht door Rick Ebbingen. En daarachter volgt dan Elliot Charisma. En zo zijn de deelnemers dan in de laatste rechte lijn. En komen we dan in de finale fase. En is het nog altijd Yellow Way? Wordt het Yellow Way met een vierde overwinning voor Jaap van Rijn vanmiddag? Aan de buitenzijde komt Svelten Swarovski. Rick Ebbingen heeft wel zin in zijn derde overwinning. Maar ook Rob de Vlieger en I Can Steal liggen er nog bij. Maar dit wordt gewoon Yellow Way die het hier heel gemakkelijk gaat winnen. Yellow Way. En dit wordt inderdaad nummer 4 voor Jaap. Yellow Way met voorsprong. Op de tweede plaats is het de nummer 4 I Can Steal. En daarachter Svelten Swarovski.